Er kraait geen haan naar, is een gezegde dat ze in het Gelderse dorp Vaassen niet kennen. Want daar doen ze juist alles om hanen wel te laten kraaien. Sterker nog, er worden zelfs kraaiwedstrijden gehouden. En opeens zo'n competitiezondag zijn we gaan kijken in de biljartzaal van Hotel Spoorzicht, waar een jeugdige jury rond het biljart zat geschaard toen de wedstrijd officieel begon. 12 hanen in 12 kooitjes kregen een kwartier de kans om hun lust- of onlustgevoelens uit te kraaien. Ieder jurylid houdt de prestaties van 2 hanen in de gaten. Voor iedere kukelekuur wordt een kapucijner in een glas gedeponeerd. Elke haan kraait zo'n 50 tot 60 keer in een kwartier. Met duidelijke nieuwsgierigheid keken sommige hanen of hun verrichtingen wel goed geregistreerd werden. Het eist van de juryleden constante aandacht. Want als je even niet oplet, zie je je eigen geluid niet meer. Nou, doe dan. Haan nummer 6 ligt nu al 4 kapucijners voor op de rest. Zo worden elke week een 36 hanen op hun kraaikwaliteiten getest. Uit die 36 komt dan de winnaar van de week tevoorschijn. De haan met de meeste kapucijners, die hij prompt mag opvreten. Winnaar Piet vond er dit keer 66.